Hoi allemaal, welkom bij mijn nieuwe weekvideo. Zoals jullie zien zitten Rio en ik nog steeds binnen. Wij gaan witter en witter zien met z'n tweeën. Al kun je dit niet zien met het tegenlicht. Maar je kunt je er wel iets bij voorstellen. En we waren al niet echt bruin. Ja, wat betreft het coronavirus is niet echt top. De eerste hulp is nu dicht omdat daar iemand met corona binnen is gebracht. De supermarkten, alle schappen zijn gewoon leeg. Ik kreeg net allemaal foto's door. Er zijn zelfs de e-mart en de HomePlus zijn nu dicht. Dus we moeten het alleen van kleine supermarktjes hebben. Dus het begint wel echt heel serieus te worden. Wat betreft de wedstrijden, heel maart zijn alle wedstrijden in de K-League sowieso uitgesteld. Nu hadden we alleen nog de Champions League. En ze zouden volgende week tegen Perth spelen. En daar hebben ze nu officieel van gehoord dat ze niet deze kant op komen. Dus heel misschien gaan zij die kant op. En dan ook heel misschien gaan wij mee. Dus het is eventjes afwachten. Ik doe namelijk ook liever niet reizen. Maar misschien dat ze daar dus voor een langere tijd heen gaan. En dan kunnen we vanaf daar kijken hoe erg het overal wordt. En dan kunnen we altijd besluiten waar we heen gaan. Ik zag net op mijn app dat er nog niemand in Nederland was. Maar wel in België, Frankrijk, Duitsland, Spanje. Gaat het Rio? Dus ja, het is ook Europa binnengedrongen. Dus ja, ik denk dat het niet zo heel veel uitmaakt of ik nu naar Nederland ga. Want ik ben bang. Ik hoop het niet voor jullie jongens, dat het natuurlijk ook zo die kant op kan komen als het echt verder uitbreekt. Ik ga nog niet bedenken hoe ik dit allemaal ga doen als ik naar Australië ga. Want dan word ik gek, want ik vind het best wel een dingetje om nu naar het vliegveld te gaan met de kleine baby. Enig voordeel is dat Dave er dan wel is om het dit keer te helpen. Nee. Ik sprak net Annelies, die heeft natuurlijk twee kids en die breken thuis de hele boel af. Die kunnen niet naar school, die hebben homeschooling. Maar die doen niks en die worden heel baldadig en vragen steeds wanneer ze naar het park kunnen. Rio en ik hebben gewoon eigenlijk, we lopen hier de hele dag in onze pyjama rond. Denk ik dat we de rest van de week alleen maar pasta eten, want heel veel meer hebben we niet. De rechterhand van de president hier, die heeft zich in de rivier hier gegooid. En die heeft zelfmoord dus gepleegd omdat hij corona had. Dus ja, dat is wel echt super heftig. Ik snap dat sowieso niet, maar goed, dat stond vanochtend hier overal op het nieuws en zo. Dat is niet om te lachen, Rio, maar dat begrijp je later wel. Vooralsnog ben ik eigenlijk alleen aan het malen en ben ik er niet echt bij met mijn hoofd. En komen er soms hele andere woorden uit mijn mond als die ik wil zeggen. Wij zitten in ieder geval veilig binnen. Ik hoop dat Dave niet te veel in contact komt met andere mensen. En ik hoop dat we gewoon vandaag iets meer duidelijkheid krijgen met wat er gaat gebeuren. Gaan die jongens naar het buitenland? En zo ja, voor hoe lang? Gaan de vrouwen en kinderen mee? Ik snap aan de ene kant wel dat ze moeten verder trainen. Maar als ze sowieso geen vooruitzicht hebben met wanneer ze überhaupt weer een wedstrijd gaan spelen, snap ik niet waarom ze het risico nemen dat er iemand uit een voetbalteam of misschien wel een heel voetbalteam besmet kan raken. Dus ja, dan heb ik liever dat we hier gewoon met z'n drietjes elke dag binnen zitten. Of dat we gewoon met z'n drietjes ergens anders naartoe verkassen. Of dat we misschien wel zeggen, we gaan met z'n drieën naar Nederland toe als het hier te erg wordt. Of ze doen een trainingskamp in Australië, dat ze daar in ieder geval een maand blijven. En dan kunnen we kijken hoeveel mensen hier uiteindelijk ziek zijn. Dat lijkt me ook een goede optie. Of ergens anders waar er gewoon weinig mensen besmet zijn of het liefst geen. Ik hoorde wel dat nu Perth niet hierheen komt, de club uit Australië. Dat ze dus een hele grote boete moeten betalen omdat ze niet hierheen komen. Maar zij zeggen ook van ja, wij willen niet het risico lopen dat er iemand besmet raakt. En ze kunnen wel zeggen dat het hier veilig is en dat er geen toeschouwers bij de wedstrijd komen. En weet ik veel wat. Maar ja, er hoeft maar één iemand in het hotel te zitten waar zij slapen. Of in het vliegtuig. Of whatever. Dus ik begrijp het wel. En ik vind het heel gek dat we zo'n grote boete moeten betalen. Ik denk dat ook, ik vind het zelf al moeilijk in te schatten. Maar dat heel veel mensen het moeilijk vinden
in te schatten hoe ernstig het nou is. Omdat je hoort dat er gewoon veel meer mensen aan de griep doodgaan. Ja, en misschien heb je het normaal niet door. Maar je maakt jezelf ook gek als je de hele dag op een app zit te kijken. Hoeveel mensen er weer besmet zijn. Hoeveel mensen ervan genezen. Hoeveel mensen er komen te overlijden. Maar ja, je doet het toch. Je wilt toch... wat ik al eerder heb gezegd en wat ik eigenlijk steeds roep. Geen risico lopen. Dat je kleintje of iemand in je omgeving of dat je het zelf bijvoorbeeld krijgt. Je hebt weinig zin om 2 weken in quarantaine te gaan. En vooral niet hier, waar ik de taal niet spreek. Ik ga weer verder met mijn pyjama party. Ik heb wel 2 super goede documentaires gezien. Eentje over, op Netflix trouwens, over Aaron Hernandez. Een American football player. Even iets heel anders. Die dus ook moorden pleegt. Heel interessant. En Don't Fuck With Cats. Ook een documentaire op Netflix. Een beetje een soort van real crime. Ja, documentaires. Echt heel tof. Als je ervan houdt. Wij vinden het leuk. Wat doe je? Niks aan de hand. Goed slikken. Wat heb je nou weer? Gaat-ie? Mama schrikt zich een hoedje. Soms doet hij dit dus ook en dan is het gewoon een vorm van aandacht. I love you. Ik heb gewoon zijn pyjama verkeerd omgedaan. Ik zie hier je prijsje zitten. Wat hebben we nou gedaan? Mama goed doen? Wat doe je daar? Heb jij de chippies opengemaakt? Potverdikkie. Mag niet, hè? Hey. Wat? Zorg wel voor het vrouwtje. Zeker weten. Met jou kan ik de oorlog winnen. Big Maggie? Big Maggie? Thank you. Kamsamida. Koffietje, Starbucks. Colaatje. Patatske. Helemaal top. Patatske. Thank you. Wat heb je nou gedaan met je mouw? Gekkerd. Stukje banaan. Applaus. Applaus. Nee, geen applaus. Is dit nieuw of zo? Doe je arm is normaal. Yeah! Oh, kijk je dat? Daar is die! Mam heeft allemaal bananen in de hand. Maar je shirt is toch wel verloren zaak. Daar is die! Ja! Yeah. Wat heb jij voor lekkers gegeten? Dat was lekker! Er staat nu zelfs in de lift desinfecterende handgel. Dus dat is al top. Ik ga dus even koffie halen. Dave die is boven met Riootje. En het was eigenlijk wel zeg maar mijn duty. Ik heb alleen maar boven gezeten. Dus ik vind het ook wel lekker even naar buiten. Dave zei dat ik zonder jas naar buiten kon, maar volgens mij is het echt super koud. Maar het valt mee. Eens kijken of er nog wat mensen door de straat lopen. Niet heel veel. En het is nog wel zondag weekend. Normaal zit hier echt heel druk op zondag. Alle restaurants zijn ook gewoon dicht. Deze winkeltjes zijn wel open, denk ik.
Dit is echt bizar, want normaal kan je hier bijna niet lopen. Het is nog drukker als de Kalverstraat. Er lopen wel wat mensen zoals je ziet, maar dus niet zoals gewoonlijk. Wat is je tactiek? Een beetje Nutella aan mijn vingers zodat hij eruit. Dan gaat het mondje open en zo. Oh, broccoli naar binnen. Ja! Nu pap je een beetje normaal in, hè? Nog een keertje. Doe papa kijk. Nou. Lekker! Lekker, chocola. Lekker chocolaatje. Oh, toch broccoli. Goed hoor. Mama vindt chocola ook lekkerder dan broccoli hoor. Papa ook, denk ik. Yeah! Ik zit dus bijna al de hele week binnen. Je wordt er niet echt vrolijk van. Ik ga alleen naar buiten om koffie te halen of om eten te halen. En dan blijft Rio bij Dave. Als we het over de duivel hebben. Ik heb best wel een leuke mededeling. Het is nu, nou ja, niet officieel, want ik moet nog de visas krijgen. Maar de wedstrijd van Ulsan tegen Perth ging niet door, een team uit Australië. Dus toen was nog eventjes de overweging om met z'n allen naar Australië te gaan. Aangezien we hier toch alleen maar binnen moeten zitten. Dus nu Veronica, de vrouw van Björn, die gaat met me mee naar Australië met Rio. We zijn nog even op onze visas aan het wachten, dat duurt 4 dagen. En Natasha die is al in Australië, dus die komt daarheen. En vanaf Melbourne naar Perth. We hebben een superleuk hotelletje geboekt. En ik heb er heel veel zin in. Uiteindelijk zijn de jongens ook 3 dagen vrij. Dus dat betekent dat we 11 dagen in Australië zitten. Dus langer dan verwacht. Dus ik ben al de hele dag aan het kijken wat we daar allemaal kunnen doen. Hoe warm het daar is. Nou, het is daar echt tussen de 27 en 33 graden nu. Dus echt heel lekker. De stranden zijn er super mooi. En ik heb er echt heel veel zin in. Want Australië stond altijd nog op mijn bucketlist. Dave is er toevallig voor de Champions League vorig jaar geweest voor het eerst. En hij zei dat het al helemaal te gek was. En hij had de helft nog niet eens gezien. Ik was sowieso al van plan om dit jaar iets meer mee te gaan reizen met Dave. Omdat ja, als hij weg is, heb ik hier gewoon vrij weinig te doen. Of ik ga dan naar Nederland. Nou is natuurlijk reizen met een kleintje niet echt top. Maar Veronica gaat natuurlijk met me mee. Dus dat scheelt echt enorm. Kom je even bij me zitten? Altijd lachen, hè? Wat zie je eruit, jongen? Wat zie je eruit? Het enige is, we hebben echt nul zomerkleding. Zowel Rio als ik niet. Nou, Rio is vorige zomer geboren. En ik was toen net bevallen. Dus alles van toen pas ik niet meer. Dus ja, dat betekent dat ik daar wel wat dingetjes kan kopen. Ik ga kijken wat ik wel eventueel kan meenemen. Want shoppen wordt het hier ook niet. Aangezien ik de straat niet echt op kan. Wat willen we allemaal in Perth gaan doen? We gaan sowieso naar de wedstrijd toe. We gaan daar natuurlijk naar het strand. Want het is heel mooi weer. En ik ben al gewoon 2 jaar niet echt op vakantie geweest. We zijn even toen 3 of 4 dagen naar Manila geweest tussendoor, maar that's it. Vandaar deze beige witte kleur. Dus ja, even lekker naar het strand. Dat is voor Rio ook de eerste keer. We gaan daar naar een hele mooie dierentuin met kangoeroes en koala's. Ik ben echt een dierenfan, een ontzettende dierenfan. En gelukkig is Veronica dat ook, dus dat scheelt. En we kennen elkaar eigenlijk helemaal niet goed. Ik heb haar nu denk ik 3 of 4 keer gezien. En, maar ik vind haar super leuk tot nu toe. Misschien is dat na de trip anders, maar dat denk ik niet. En ja, we hebben een heel leuk hotel geboekt midden in de stad. En de jongens die zitten gewoon in een ander hotel, die hebben een andere vlucht. Want dat wil de coach niet, dat we dezelfde vlucht hebben en hetzelfde hotel. Maar Dave is 3 dagen vrij en dan komt hij bij mij in het hotel. En we kunnen, als ze eventjes vrij zijn, natuurlijk wel eventjes gaan lunchen of dat soort dingen. Elkaar even zien. Ja, daar heb ik echt heel veel zin in. Ik zag allemaal leuke restaurantjes. En gewoon eventjes een warm weer, andere omgeving. Weer even de straat op, want ik voel me hier echt een beetje opgesloten. En voor die kleine vind ik het ook helemaal niet lekker. Je moet ook gewoon de frisse neus halen. Ja, ik ga kijken wat er nog meer allemaal te doen is in Perth. Ik
verwacht er in ieder geval heel veel van. We hebben net de vlucht geboekt. We hebben wel lekkere stoelen. Alleen Australië is alsnog heel ver. Eén keer 6 uur vliegen met een overstap en dus 1 keer 5 uur. Als ik het goed heb, op 5,5 uur. Maar we hebben een tussenstop van 8 uur. Dus wat we dan gaan doen, heb ik echt geen idee. Er was een vliegtuigmaatschappij, Malaysia Air, maar daar verdwijnen die vliegtuigen. Nou, ik ben niet zo'n held. Dus dat vond ik al geen lekker gevoel, dat daar soms vliegtuigen verdwijnen. Dus we gaan met Asia Air. En dat schijnt gewoon wel goed te zijn. Ik verheug me er echt heel erg op. Ik heb net al allemaal stapeltjes gemaakt met wat ik eventueel wel zou kunnen meenemen. Maar dat is nog wel een beetje te warm, denk ik. Ja, dan moeten we daar maar eventjes kopen. Rio's eerste zwembroek. Nou ja, dat was dat nu voor deze week. Ik heb niet zo heel veel gedaan dus. Volgende week verwacht ik dus heel veel meer. Dus eigenlijk alle voorbereidingen. En gaan we eventjes iets leuks verzinnen. Ik hoop dat jullie het ondanks alles toch een leuke video vonden. Vergeet niet te liken, te subscriben. Ik zie jullie volgende week weer. Doei! Doei!